De vijfde statie, Simon van Cyrene. Toen Simon van Cyrene Jezus hielp met het kruis, was dit een voorbeeld voor de kinderen. Hoe we onze medemens kunnen helpen. Dit deed hij onbewust, omdat niemand weet hoeveel er bij de mensen van dit goede doen overblijft. Deed hij dit om zijn eigen geweten te sussen? Of deed hij dat om een goede indruk te maken op de vrouwen die medelijden hadden met Jezus? De meeste mensen wilden Jezus aan het kruis, maar Simon had waarschijnlijk toch iets van zijn ouders of voorouders meegekregen om goed te zijn voor zijn medemens. Zou hij de rest van zijn leven ook zo'n net burger blijven of zou hij net als de rest van de Romeinen toch de verkeerde kant opgaan? Ik denk dat er geen slechte mensen worden geboren, maar dat er omstandigheden zijn waarop mensen zo plotsklaps veranderen in monsters die dood en verderf zaaien. We zijn 2023 jaar verder en als we terugkijken in de geschiedenis zijn we nog niet echt opgeschoten met de beschaving. Welk geloof we ook doornemen, er zit overal wel een donkere kant aan. Terwijl alle geestelijke leiders als kind een normale opvoeding hebben gehad. En als ze uit slechte ouders zijn geboren, waar gaat het dan mis? Is het wrede in de mens iets van onmacht of is het drang naar macht zo sterk dat ze letterlijk over lijken gaan? Is het dan de hebzucht dat 1-0 winnen nooit genoeg is? Het moet altijd meer. Hoe arrogant zijn wij eigenlijk om te zeggen in deze tijd van beschaving? Hoe durven wij te oordelen over goed en slecht als we eigenlijk allemaal in ons hoofd de strijd aangaan om het slechte geen overhand te laten krijgen? Hoe mooi is het om op Aswoensdag verschillende geloven een dienst te maken. Simon van Cyrene zal vast niet gedacht hebben, hoera, ik word katholiek, dus ik moet Jezus redden. Want hij deed dit met gevaar voor eigen leven. En daar heeft hij vast en zeker niet aan gedacht toen hij Jezus hielp. En dat de kinderen en moeder van de geweldige actie van hem vonden, daar stond hij ook niet bij stil.